We staan hier in Oostenrijk bij het hotel en vandaag hebben we twee speciale gasten, Jay Gorter en Kenneth Taylor. Boys, jullie hebben al, het is wel jullie tweede trainingskamp, maar het is mijn eerste. Dus aan mij de vraag of jullie mij rond kunnen leiden. Ja? Het moet goed komen toch? Ja? Ja, sowieso. Zijn er een beetje leuke plekjes? We hebben wel wat spots waar we ook chillen, ja, dus dat komt wel goed. Let's go. Tafeltennissen, tafeltennissen, nog eens tafeltennissen. Wie is een beetje de beste in het team? In het team? Ik denk ik. Per? Per slaat trots op zijn... Ja, ik denk Per. Ja? Schuurs tennisfamilie, hè? Dus... Hotelroom. Tour. Hotelroom? Hotel-tour. Hotelroom tour. Okay. Ik ben hier niet te vinden, nee. Zeker niet. Jij bent meer van het basketballen? Ja, ik schoot er net al. Ik zag inderdaad een paar driepunters maken. Kan hoepen, ja. Ja? Maar kijk, zoals je ziet, kan ik het ook wel. Oei. Vlak dit one, you know? Ah, oké. Okay. Ja, je weet wel. Welke? Oké, Jay, Trom. Welke wil je hebben? Dan? Hier beter. Je wil de linker hebben. Hier beter, die denk ik, ja. Dat ging net wel heel goed. Ja, ja, die. Ja? Kom maar, Jay. Onder druk. Oei. Oh, no. Knip het eruit. Nee, hoeft niet. Deze raak. Oh, oké. Okay. Oei. Ziet er ook even uit? We blijven knippen, hè. Oh. Peeg. Ah. Drie maal scheepsrecht. Oké. Okay. Oh. Ja. Ja, ja hoor. Jij ook nog. Dankjewel. Yes, sir. Oké, zie. Kan hem ook. Wat zou het toch lekker zijn als jij hem ook eventjes maakt. Wat een geluk, joh. Tja. First try. Kom nog naar achter of zo? Nee, ga. First try. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. We gaan door. We gaan door. Goed, ja, we kunnen door. Let's go. First try, hè. Let's go. Goed. Goed gedaan, boys. Goed gedaan. Allebei. Wat wordt er gespeeld, heren? Dit zijn hoogniveau spelletjes. Ik ken het niet. Ik ken het ook niet, man. Je kent het niet? Hé? Hey. Ik ken het niet. Ik wil even de keuken zien. Kan dat? Ja, dat kan, ja. Denk ik wel. Chef, kunnen wij even een kijkje in de keuken krijgen? Ja, zeker. Oh. Het is natuurlijk wel het einde van de dag, hè? Dus we zijn aan het opruimen. Ik wil geen excuses horen. Wij willen gewoon even lekker de keuken zien. Kan wel lekker. Kom, man. Let's go. This is where the magic happens. Wat hebben jullie gegeten vannacht? Pasta. Ja? Wat voor saus? Veel saus? De rode saus. Tomatensaus. Geen ketchup toch? Kaas, nee. Kaas erover, Parmezaanse kaas. En broodjes en die dip ik erin. Sterk. Hallo, gewoon een dikke bierie te tappen. Ja? Ja, een rechts. Bierie? Rechts, kijk. Dikke pils houden. Granola. Nou, dat weet ik niet. Ik wel. Altijd een vork. Ja. Vind ik niet zo lekker. Ja? Ja, ik wel. Ja, ik doe meestal fruit gewoon door mijn fruit. Ja. We worden natuurlijk ook uitermate bekeken in de zin van vetpercentages en et cetera. Dus ik zit op 7%. Zo. Dus ik zit laag. Ja, ik zit op 3%. Zo, 3%. Dit is niet op, waar. Ik zit op 8.4%. Ah, is netjes. 7.1. Ja, is netjes. Okay. Ja, en dan de bier? Vind ik toch smerig helemaal bier. Merk je dat hij is veranderd? Na zijn contract verlengd? Ik zei vandaag nog dat hij een beetje veranderd is. Waar merk je dat? Vandaag was ik water aan het halen uit de koelkast en hij zegt opeens gewoon tegen mij, neem er eentje voor me mee. Ik zeg, nou geen probleem. Ja. En opeens doet hij gewoon zo van, gooi hem maar, tempo. Ja. En ik denk bij mezelf, ja, wat is dit? I cap. How are you? Aviv, alles goed? Goed, met jou? Ja, goed, goed. En we gaan een praten over? Naji. Alles goed? Goed. Willen we Kitroom zien? Let's go. Kitroom. Toppa. Kom even de Kitroom laten zien hoe goed jullie voor ons zorgen iedere dag, man. Ja, omdat jullie alweer voor ons hebben gezorgd natuurlijk. Dus dan moeten we even een shout-out hebben. Nee, hier ligt alles op naam. Jullie initialen staan erop. Kijk maar. Blaadjes. Blaadjes. En het ligt op je kleding. Je hebt je kleding opgehaald. 100% natuurlijk. Gedraag je. Steve, man. Thanks weer, hè. Zie je morgen, bro. Steve. Oh nee, jammer. We zien hier de waskamer, hè. Oh ja, dat is ook wel. Hier worden jullie onderboekjes gewassen. Ja. Ja, netjes. Met wie zit jij op de kamer? Met Per, Schuurs en Kleiber. En echt een hele topkamer. Heel rustig, een beetje gamen, spelletjes spelen. Wat spelen jullie?
Ja, zeg het maar. Wat spelen we? Wat nee, wil je maar zeggen? Ik speel geen FIFA meer. Nee? Maar je was wel, je vond jezelf. Nou, vond. Vind. Laten we zeggen dat uit de feiten gebleken zijn dat ik kon spelen, ja. Laten we doorgaan. Jay zegt niks. Nee, ik hou wijselijk mijn mond, man. Geen zin om deze discussie weer te voeren, heb ik 3 keer per jaar. Let's go. Wat gaan we nu doen, Bas? We gaan we willen graag de kamer laten zien. Ja. Maar ik ben helaas mijn pas vergeten, dus ik kan niet in mijn kamer. En Jay, wat is jouw excuus eigenlijk? Bij mij is niemand op de kamer. Ik wil natuurlijk wel een kamer binnenkomen waar je gewoon ziet dat de boys bezig zijn met iets. En mijn kamer is leeg. Ik ga me toch niet zeggen dat niemand op zijn kamer is. Nou, next. Volgende. What's up, bro? We have a hotel room, so we gonna join you in. Is that okay? Ah, my bro, kudos. Hey, good room. What's up, my guys? Watching the ladies. Good, man. You? You good? Yeah, you? Good. What's up, man? Nou, zoals jullie zien, we zijn toch in een kamer beland. Voetbal aan het kijken, vrouwenvoetbal. We had the two nicest people now. Yeah. I think the two nicest people. Berna. They directly opened the door, so... Are you the two nicest people on the team? Yeah. Yeah, I love those guys. I for real love those guys. Yeah, they're really good players also, but good human also. What do you do in your free time? When you're not training or resting or eating? This have now sleeping. You? Yeah, I sleep also. Ja? Boys, have a great day. My guys. Tenminste heeft iemand open gedaan. Ja. Tenminste. Aardigste jongens van team. Ja. Ik zou wel zeggen dat deze twee gasten geweldig verzorgd zijn, man. Relaxed vooral. En Jay ook natuurlijk, hoor. Hoe laat gaan jullie slapen? ik ben wel meestal... Nee, ik slaap ongeveer rond 10 uur. Ja? Nee. Even kijken. Pak je 8 uur slaap? Nee, ja, sowieso wel. Ik denk dat ik wel rond een uurtje of 10:30 op bed ga liggen. En dat ik daarna vanzelf in slaap val. Een beetje op TikTok. Ja, nog iets kijken? Kijk nu Love Island, man. De nieuwe Love Island. Zit hij heel leuk, Love Island. Dat zit hij heel leuk. Hey, wie staat langs voor de spiegel? Kennen. Nou, dag. Ik ben oprecht aan 2 minuten klaar. Moet ik gaan beginnen over poedertje, een schatkistje? Voor dag. Ik ben natuurlijk. Wacht even. Dat vind ik wel mooi. We hebben lang gelopen. We kennen elkaar nu al inmiddels. Een beetje vertrouwen opgebouwd. Wat is poedertje, wat is schatkistje? Ja. Moet ik het uitleggen? Ja, leg maar uit. Kijk, wij komen in de ochtend aan op de club. Okay. En wij zijn altijd best vroeg om. En dan gaan we rustig naar ontbijt. En zo, ja. Waarom zou je thuis blijven hangen? Je kan gewoon lekker naar je maat op de club gaan. Ja, want dan kunnen we daarna even gymmen of zo. Ja, even chillen gewoon. Ja. Dus dat we op tijd naar jezelf werken. Ja, dat we op tijd goede gesprekken hadden. Dus wij komen aan en dan zet ik mijn spullen neer en dan zie ik Kenneth. Fuck out dit. En dan uiteindelijk dan hebben we allebei ons haar nog niet gedaan. Nou, ik loop met mijn rode pot wax, red one, in mijn haar, klaar. Dan zeg ik, zullen we ontbijten? Nee, ik moet nog even mijn haar doen, prima. En dan loopt hij met een poedertje en dan zo shaken zo op zijn hoofd. Allemaal poeder en dan gaat hij zo heen en weer. En dan komt er ook nog een schatkistje en die gaat dan zo open. En dat is gewoon een ook wax. Alleen echt in een schatkistje. En dan gaat hij zo hoep, en dan is hij klaar. En dan uiteindelijk kom je op tijd op de club, maar ben je alsnog laat bij zo'n bij. Ja, dan. Nee. Dit klopt wel, maar dus na 2 minuten gewoon klaar. Simpel. Nee, oké. Okay. We zijn beide denk ik best snel. Ja. Maar wat hij allemaal uit zijn toilet had stoven, dat hebben we nog nooit gezien. Even de camera kijken. Groot lachen. Ik kom met licht naar binnen en buiten donker. Tjuri. Kijk, laten we hier ook eventjes voorbij gaan. Wie? Tjuri regeert. Aviv. Juri. Nou, dan geef je vertel wat je hier doet en zo. Ik zit met Joost te praten. Ja, maar... Kennis maken eerst. Kijken hoe het gaat. Hoe je mentaal... Oké. Okay. Joeri, fijne avond. Ciao. Rust gaan. Snoeken. Moho. Ga niet tot de 5, ja? Nee, tot de 3. Snelle puntjes. Oké, jij gooit hem in de lucht. Oh, zag je niet? Gooi hem in de lucht. Oh, zag je niet? Kom maar, ik gooi hem in de lucht, hè?
Oh. 1-0. Ja, wacht even. Sorry. Kut, ja, sorry. Dit is 1-1. Kijk, als je zo stoer wordt iedere keer. Steentje? Zag je dat? 2-1, hè? Hij kan het wel, hè? Nee, hij kan het wel. Even onderhands. Nee, is niet lekker. Dat is 2-2, is winning point, hè? 2-2? Ja, het staat 2-2. Het staat 2-2, toch? Ja, 2-2. Net. Zo sportief ben ik ook wel. Laatste punt, winning point. Ja, dit is een klein oortje tik. Kom even bij mijn vriend. Maar wacht, dan wil ik ook, hè? Dan wil ik ook. Ik wil. Ja, wil... Is het nog? Ja. Heeft hij meegespeeld? Tuurlijk. Huh? Kom maar. Hey. Ja, dat is zo. Mag zo mag. Kom je er dichtbij? Ik hoor dat je heel goed kan skillen. Ja. Gewoon, ja, je hebt gewoon een beetje meer Ronaldinho dan ik ben de keeper. Ronaldinho van de goalkeepers. Kijk. Ja, anders hebben we toetesten met Dries. Ik denk inderdaad wel dat ik dicht bij de Ronaldinho van de goalies kom. Dat zijn gewoon quotes, hè? Ja, die kan jou echt op een tegeltje plakken. Maar dat zie je morgen op Twitter. Ja, dit is de meetingruimte. Ja. Kunnen we ook nog wel meepakken, toch? Ja, ik weet niet hoor. Misschien zit de trainer daar wel vast te analyseren. Nee, de trainer zat heet ze al, net. Zullen we even een kijkje nemen? Dan kunnen we even kijken. Oh, we hebben geen licht. Ja, dan moet toch wel ergens een licht. Ja. Nee. Ja. Nou, oké. Okay. Laatste station. Jason staat voor mij en ik zit achter hem. Dit is, oh, je bedoelt bij Ajax? Ja. Oh, Ajax-posities, dan is het altijd dit. Ja. Zo, ik ken het hier en dan voel ik altijd een voet zo, het tikken tegen mijn stoel. Zo. Ja, de hele tijd. Dus dat is wel vervelend. Maar zo zitten we altijd en zitten we. Het zijn die zenuwen. Jawel, het zijn die zenuwen. Het is gewoon big flex. Stak in de basis. Nee. Thanks boys voor de hoteltour. Ja, graag gedaan. Met Kenneth, met Jay, was fantastisch. Wel alles gezien. Ik voel me direct welkom. En mensen thuis, ik hoop dat jullie ook de video leuk vonden. En ja, boys, wat moeten ze doen, mensen thuis? Like, subscribe, abonneer. En dat moet normaal. Dan zien we jullie morgen weer. Ja, normaal. Goud.